Of we het nu willen of niet, overal is een standaard. Voor schoonheid, geluk en gezondheid. Maar wie bepaalt die? En op basis waarvan? Wordt die norm alsmaar strikter en dwingender? En wat als we ervan afwijken? Ik leg deze vragen voor aan Hans van Vlierbergen, Paulien Boekstaans en Piet Hoebeke. Drie artsen die elk op een andere manier geconfronteerd worden met de norm. Dit is Denkzorg van Handelsbeurs en het UZ Gent. En dan nodig ik heel graag het diensthoofd maag-, darm- en leverziekte van UZ Gent uit om er even bij te komen. Hij is een specialist in levertransplantatie en behandeling van primaire levertumoren. Welkom Hans van Vlierbergen. Dag Lies, hallo. Goedenavond. Gaan we het dan nu onvermijdelijk over alcohol hebben? Ik ga me niet sympathiek maken vanavond. Ja. Ik dacht, enfin, vroeger mocht je als vrouw 14 eenheden per week drinken, maar toen ik met de voorbereiding voor vanavond bezig was, bleek dat niet meer te kloppen. Vandaag staat de teller op 10 eenheden per week, klopt dat? Klopt, 10 voor vrouwen en 10 voor mannen. Okay. Mannen mochten vroeger 21, die hebben iets meer moeten inleveren. Dus we staan op 10 consumpties per week. Dat was een schrale troost. Ja. Dat is een schrale troost, ja, absoluut. Ja. Ja. En waarom is die norm verschoven? Omdat heel duidelijk is dat alcohol eigenlijk toxisch is. Er is geen veilige ondergrens. 1 consumptie per dag, 30% meer kans op slokdarmkanker, 17% meer kans op mondbodemkanker. En die 1 consumptie, dat raakt niet eens aan die 10. Hè. Dus de wetenschappelijke norm is bijzonder duidelijk. Alcohol mag niet. Ja, de maatschappelijke norm zegt iets anders natuurlijk. Ja, en daar zit de maatschappelijke norm niet aan. We zijn met de maatschappij helemaal eens dat we niet dronken in een auto stappen met het risico dat we iemand omverrijden en grote schade berokkenen. Maar we zijn het wel met elkaar eens dat wanneer we gezellig samen zitten, dat we een glasje wijn, dat we een pintje drinken, waarbij dat er iemand aan tafel misschien 20, 30 jaar later overlijdt de gevolgen van een complicatie van het langdurig alcoholgebruik. Ja. Dus de oorsprong van de norm is een compromis. Is een compromis tot wat we weten. We weten dus niks drinken is eigenlijk wat we zouden moeten doen om ons perfecte gezondheid te houden. Maar we weten dat de maatschappij hier niet aan toekomt. Dus 1, laat onze norm houden waar dat er heel veel mensen aan zich kunnen houden. En laat het een simpele, eenvoudige norm zijn. 10 voor iedereen, dat is duidelijk. Of dat je nu jong of oud bent, 10 voor iedereen. Man of vrouw, heel simpel, heel eenvoudig. Nou, als ik even naar mijn eigen omgeving kijk, er zijn mensen die lustig verder drinken, er is altijd alcohol, er is altijd feest en dat hoort erbij. Maar er zijn ook wel mensen die echt beslist hebben om helemaal te stoppen met drinken. Bent u daar blij mee? Ik ben daar super blij mee. Het wordt zichtbaar gemaakt. Mensen beginnen erover na te denken. Ja, waarom is dat nu? Waarom moet ik nu een maand stoppen met alcohol drinken? Ja, het gevoel is kennen wat dat met je doet. Ja, bedoel, voel ik mij wat beter? Voel ik mij wat fitter? Kan ik wat beter slapen? Zie ik er wat beter uit? Dat mensen ook gewaar worden, kijk, ja, alcohol, dat doet toch wel iets met mij. Ook al denk ik dat dat niet iets doet met mij, als ik die maand dan stop, dan zie ik toch wel dat dat wat verschil maakt. Dus op zich, zo van die kleine initiatieven, die kunnen een aantal mensen bewust maken van goed, om ook wat bewuster om te gaan met het drinken van alcohol. Als u naar een schoolfeest gaat, pakweg van de kinderen of zo, drinkt u dan zelf een pintje? Dat doe ik nu net niet. Ik kan moeilijk, wanneer dat ik aan de taptoog sta, van een schoolfeest, de opbrengst die gaat dan naar de school, en ik sta er zelf wat pintjes te drinken. En dan komt de week nadien een vader die in een klas hoger, van een kind in een klas hoger zit, bij mij. En dan moet ik aan die vader of die moeder of whatever uitleggen dat eigenlijk alcohol drinken niet hoort. Dan ben ik echt niet geloofwaardig. Dus ik let daar wel bijzonder op dat wanneer ik in het publiek ben, dat ik eigenlijk niet drink. Dan is de volgende vraag, drinkt u sowieso? Ja, ik drink wel wat. Ik drink wel wat, maar niet veel. Echt niet veel, nee. Ik probeer het echt te beperken. Mag ik vragen hoeveel? 1 tot 2 per week. Alcohol hoeft niet om effectief het gezellig te maken. Het kan gerust zonder alcohol. Dank u wel, Hans van Vlierbergen. Alsjeblieft. De norm verandert doorheen de tijd. En wat normaal is, bepalen we vooral zelf. Iemand die daarover kan meespreken is Desmona-frontman Gregory Frateur. In de muziek bepaalt zijn androgyne stem de sound van Desmona, maar ook privé doet hij zijn eigen ding. Daarover vertelt hij ons straks meer.
Welkom, Gregory. Kom maar even bij. Wat zie je er weer mooi uit. Dank u, jij ook. Oh, dank u. Ja, speel je daar graag een beetje mee, zo wat stereotyp man en vrouw is? Ik heb je al gecomplimenteerd met je prachtige collier. Ah ja, ik denk daar eigenlijk niet echt zo hard over na. Ik ga niet specifiek naar mannen- of vrouwenkleding op zoek. Ik ga op zoek naar wat ik mooi vind. Ja. Ja. Misschien moeten we even iets over de laatste plaats zeggen ook. Het is jullie negende al, hè, intussen. Ja. Helemaal anders dan tevoren ook. Ja, het is altijd wel een klein beetje ons ding geweest om onszelf heruit te vinden. Twee keer dezelfde plaat maken of twee keer dezelfde song heeft nooit echt in onze identiteit gezeten als Desmone. En ja, het moest ook dansbaar zijn. Ja. Ik dans zelf heel graag. En het is ook een beetje een reactie op onze laatste twee platen die toch vooral gefocust waren op melancholie, de zoektocht naar een thuis, het gevoel van thuiskomen. De vorige plaat ging over oorlog. Dat zijn heel gewichtige thema's die heel gelaagd zijn en vrij zwaar. Was dat ook voor ons tijd om eens op een andere manier te ademen en iets anders te vertellen. Nu is het een eerder... Ja, ik wou bijna luchtig zeggen, maar ik werd bijna misselijk voordat ik het zei, maar nu ben ik het toch gezegd. Maar okay. Misschien moeten we snel over iets, ja, anders iets over iets anders komen. Je zei daarnet iets over thuiskomen. Ook ja. Buiten de muziek heb jij echt wel je eigen universum gecreëerd, hè? Ja, denk het wel. Ik heb ondertussen 11 jaar geleden samen met een vriendin beslist om ouder te worden. En, een vriendin, maar niet jouw vriendin? Niet mijn vriendin, nee. Dus een vriendin. Wij hebben samen een dochter en een zoontje. En die voeden wij nu ook samen op, samen met mijn partner, mannelijke partner. Dus wij zijn één gezin met 3 ouders en 2 kindjes. Die zijn ook niet anders gewoon, hè. Dus voor hun hebben ze 2 papa's en 1 mama. Ja. Wij hebben er ook nooit over raar over gedaan. Wij hebben ook dan meteen gezegd, vanaf dat die vragen er kwamen, er nooit iets anders verteld dan dat hoe dat het was. Maar natuurlijk, die vragen voor die kinderen, die komen natuurlijk van andere kinderen. Hè? Dus van waarom heb jij 2 papa's? Zo van die normale vragen van andere kinderen die wel een mama en een papa hebben en geen 2 mama's of geen 2 papa's. En dat was toch voor ons heel belangrijk dat daar ook vanuit de school een ruimte is om dat bespreekbaar te maken. Daar hebben we wel heel veel geluk in gehad en nog steeds. Dat dat in een school is die heel ruimdenkend is en over heel veel dingen tijd ook maakt om erover te komen spreken. Ik ga ook vaak verhaaltjes vertellen op school. En dan kies ik meestal ook wel een verhaaltje waarin dat die gezinssituatie niet per se de norm is. Om daar ook over te kunnen praten met die kinderen. En dat werkt, wordt niet altijd aanvaard. Of dat wordt soms... dat hoeft ook niet. Soms wordt dat ook moeilijk begrepen. Maar dat is ook een deel van het proces of zo. Maar ik vind het heel belangrijk om dat zichtbaar te maken. En ik vind daar het onderwijs een heel belangrijk element in. Om dus die diversiteit en die gelijkheid binnen in diversiteit al van jongs af aan te kaarten en dat bespreekbaar te maken. En ik merk gewoon dat mijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes die bij ons komen spelen, dat die al op een totaal andere manier naar kijken. Ik vind dat echt ongelooflijk. En ik ben daar ook heel blij en trots over dat zo is. Ja. Dank je wel, Gregory Frateur. Straks speel je nog muziek voor ons, maar eerst is het tijd voor mijn volgende gast. Ze werkt als huisarts in wijkgezondheidscentrum Botermart in Ledenberg en is professor chronische en doelgerichte zorg aan de UGent. Welkom, Paulien Boekstaans. Dag, Paulien. Hallo, goedenavond. We hadden het al over de norm in alcoholgebruik. Hoe belangrijk zijn die normen voor jou als huisarts? Ja, heel het verhaal rond preventie vind ik een moeilijke als huisarts. Ondertussen is kwaliteit van zorg ook bepaald of ik het heb gehad over bewegen, roken, alcohol en alles wat we er nog maar kunnen bij bedenken. En soms heb ik het gevoel dat ik daarbij mijn patiënten bijna zo wegjagen en dat ze niet meer welkom zijn als ze niet volgens de norm zich gedragen. Ik zag gisteren een man met diabetes wiens suikerwaarden
2-3 maanden geleden desastreus waren. Ik paste zijn behandeling aan, een klein beetje maar. En hij kwam gisteren terug voor zijn bloedresultaten, suiker perfect geregeld. Dat was niet door dat één pilletje dat ik had bijgegeven. Dat was omdat hij 3 maanden geleden al zijn pillen over de haag had gegooid. Omdat hij zoveel rugpijn had dat hij er eigenlijk niet meer toe kwam. En ja, die man de veiligheid geven om 2 maanden geleden tegen mij te zeggen, Pauline, ik neem eigenlijk mijn pillen niet meer. Je moet je behandeling niet aanpassen. Laat ons gewoon kijken of ik ze kan herstarten, is denk ik superbelangrijk. Dus die ruimte laten voor mensen om het niet te doen zoals het hoort, is denk ik superbelangrijk. Oké. Hoe is het voor jou als arts? Want de kranten staan er vol van, hè, dat het voor huisartsen zeer zwaar is. Ja. Dat de verwachtingen niet zo realistisch meer zijn. Het is niet evident, denk ik, in de huisartsgeneeskunde door de druk die daar ligt. Voor alle duidelijkheid, ik vind weinig betekenis in het uitschrijven van ziekteattesten voor 1 of 2 of 3 dagen, die mij dan eigenlijk in de valkuil zouden kunnen trappen om die eenvoudige verkoudheden toch te gaan medicaliseren, omdat de patiënt zich nu eenmaal aandient bij de arts. Anderzijds denk ik dat we in de uitdagingen waar we op dit moment voor staan, ook echt die rol van die huisarts net kunnen tonen. Hè, als betrokken professional die bij mensen die voor uitdagingen staan in ziekte eigenlijk echt een hele belangrijke rol kunnen spelen om mensen te helpen zoeken naar oké, ondanks het ziek zijn, welke betekenis kan ik bieden als zorgprofessional? Dus ik denk, als we de balaster kunnen uithalen, dat we een zeer mooie rol kunnen spelen maatschappelijk. En niet alleen als huisarts, maar ik denk in bredere interprofessionele eerste lijnspraktijken, dat we die toegankelijkheid voor mensen die ziek zijn of die met uitdagingen geconfronteerd worden, dat we die echt wel kunnen waarmaken. Ja, zo. Overdiagnose en overbehandeling, is dat iets wat speelt? Ik denk dat we daar op dit moment in de maatschappij heel kritisch naar moeten kijken. Hè. Met toegenomen kennis over risicofactoren. Ik denk dat cholesterol een heel mooi voorbeeld is. Dat wordt steeds strenger. Hè. En om een duur heeft niemand nog een goed cholesterol. En het gaat zelfs verder. Hè. Als we op straat zouden vragen aan iemand, hoe is het met u? Mensen zouden zeggen, hoe mijn cholesterol is in orde, dan wordt het natuurlijk helemaal absurd. Hè. Zit je dan nu eigenlijk al sneller in de categorie abnormaal dan vroeger? We zijn allemaal abnormaal, dat maakt ons uniek. Ik denk het allerbelangrijkste is dat we met die norm patiënten niet wegjagen als zorgprofessional. Wel, mag ik het vragen? Zal iemand die 120 kilo weegt en die rookt en drinkt uit Ledenberg, mag die nog binnen in uw wachtkamer binnenkort? Ja, natuurlijk. Ik denk dat daar net de uitdaging zit. Iemand zei mij ooit, ja, Pauline, bij u kom ik wel, want jij bent geen echte dokter. Dat was een man die met suikerziekte en een aantal andere problemen eigenlijk moeilijk te volgen was. En heel vaak deden wij het absoluut niet volgens de norm. Die man is uiteindelijk ook overleden aan een complicatie van zijn suikerziekte. En dan worstel ik wel van, hey, had ik niet strenger moeten zijn. Maar ja, mensen warm en met veel mildheid blijven ontvangen in het gezondheidszorgsysteem, ook al is hun gedrag of hun leefstijl niet de norm, is denk ik een hele cruciale taak die waarschijnlijk meer en meer belangrijk wordt. Ja. Ik wilde jou nog vragen, heb je het gevoel dat je aan jouw eigen norm kan voldoen? Dat is een zeer goede vraag. Ik denk, ik heb mijn onderzoekswerk gedaan over multimorbiditeit als jonge startende huisarts. En elke aandoening heeft zijn richtlijn en dus zijn kwaliteitsindicatoren en zijn norm. Maar als je de som maakt van al die richtlijnen, ja, dat is een onhaalbare kaart. Daar verlies je dan ook de patiënt mee uit het oog, want dan ben je al die kwaliteitsindicatoren aan het afvinken en dan ben je op papier een goede arts. Dus ik heb mijn norm geherdefinieerd en als ik 's avonds naar huis ga, dan probeer ik te kijken of ik voor iemand het verschil heb kunnen maken. En meestal is dat zo, dus dan voldoe ik aan mijn norm, denk ik. Alright, oké. Okay. Heel fijn dat je erbij bent. Dankjewel, Pauline Boekstaat.
En ik mag u nog een gast voorstellen. Piet Hoebeke kwam er even bij. Decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en uroloog van UZ Gent. Het gaat hier over de norm vandaag. Piet, jij bent iemand die aan de boom schudt, hè, om een aantal taboes te doorbreken. Hè. Zo kennen we jou. Hè. Ja, aan een piemelboom heb ik al heel hard geschud, omdat ik nogal veel jongens zie met piemels die de norm van de piemel kwijt zijn, vooral adolescenten. Hè. De norm is wat je op het internet ziet, is helemaal niet de norm. Maar daarnaast vooral de LGBTQIA+-boom. Ik denk dat... het is een containerbegrip, maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat seksuele identiteit van mensen divers is. En dat die diversiteit gewoon hoort bij de soort mens. En eigenlijk ook een rijkdom is van een soort mens. Dus we moeten dat dag in dag uit blijven vertellen. En we moeten dat misschien nog meer en meer vertellen. Want er is toch een maatschappelijke onderstroom die de angst voor die niet-conforme identiteit blijft voeden. En dat is heel destabiliserend. Hè. We hebben dat gezien op heel veel plaatsen. We hebben dat gezien in Hongarije, waar men het onderwijs over die onderwerpen probeert te belemmeren. Florida, say no to gay. Het onderwijs, geen boeken meer die over LGBTQI gaan. En in de slipstream daarvan krijg je dan de hele anti-abortusbeweging die daarop surft. Dus het is heel destabiliserend. Het is vooral werken met angst voor mensen bang maken voor het onbegrepene. En daarom moeten wij het begrijpelijk kunnen vertellen dat het eigenlijk normaal is dat menselijke seksuele identiteit gewoon multifacetair is en veel vormen heeft, veel uitingsvormen. Ja. En dat is niet zoiets als een ideologie. Dat is niet iets wat die mensen zichzelf wijsmaken. We hebben voldoende wetenschappelijke interesse om te beseffen en te weten dat daar multifactoriële oorzaken zijn. Je kan ze niet in een hokje steken. Het is misschien interessant om dat eens even vanuit wetenschappelijk standpunt te kijken. Je hebt bijvoorbeeld hormonale factoren. Ik ga een heel typisch voorbeeld geven. Er zijn meisjes die voor de geboorte heel veel mannelijke hormonen zien uit hun bijnier. We noemen dat congenitale bijnierschorshyperplasie. Die meisjes zijn typisch wat we tomboyish noemen. 30% is ook lesbisch. En 10% heeft een gender identity problem. Die willen eigenlijk geen meisje, die willen een jongen zijn. Dus hormonen kunnen daar een rol in spelen. Maar niet uitsluitend. Ook het genetisch materiaal. We hebben in ons patiëntenmateriaal van transgender patiënten een aantal identieke tweelingen die alle twee transpersonen zijn. En culturele factoren natuurlijk ook. In Iran zijn er heel veel trans mannen. Nu, eigenaardig genoeg, dus de Koran verbiedt homoseksualiteit, maar verbiedt geen transseksualiteit. Dus heel wat lesbische vrouwen gaan om met een vrouw te leven de mannenrol opnemen en gaan dus gewoon als transman in het leven staan. Dat is dan weer cultureel bepaald. Dus er zijn heel wat invloeden die dat kunnen beïnvloeden. In essentie denk ik, die laatste vind ik niet zo ongelukkig als dat extern opgelegd wordt om een bepaalde levensstijl te gaan doen. Over een norm gesproken. Maar inborn denk ik dat iedereen moet in staat zijn om zijn eigen seksuele identiteit te exploreren en ook te beleven op de manier dat hij dat wil. Ook daar was Gregory een heel mooi voorbeeld, denk ik, om dat op zijn eigen manier te leven, dat leven. Ja. En wat mij heel geruststelt is dat... ik ben een babyboomer. Er zijn heel wat cijfers. In mijn generatie zitten ongeveer 7% van de mensen in het LGBTQIA+ vakje. Er zijn heel recente studies die bij de millennials en generatie Z zitten aan 20%. Waarbij een groot stuk, ongeveer 10%, zijn biseksueel. Biseksualiteit... In het begin dat de homoseksualiteit zich vrijgevochten heeft, was biseksualiteit iets wat we niet begrepen. Maar het is wel veel frequenter aanwezig. En zeker bij de generatie Z en de millennials. En ik ben bijzonder blij dat daar in die generatie eigenlijk vlot over gesproken wordt. Ja, mag ik er heel even tussen komen? Ja, tuurlijk. Blijven dat ook geen vakjes? Ja, het is natuurlijk ook een hele discussie. Hè. Moeten we ze nu allemaal in dat LGBTQIA+ containerbegrip steken met al die vakjes? Er is wel een common ground om daar onder die regenboogvlag te zitten. Dat is vragen aan de maatschappij waar de heteronormativiteit, de cisgender heteronormativiteit, de mond vol, de meerderheid van de mensen is. Hè. En ik heb ook geen probleem. Ik ben niet woke, hè. Laat dat duidelijk zijn. Want soms zegt men dat ik te woke ben omdat ik heteronormativiteit negatief zou vinden. Ik vind dat heel normaal. Maar ik vind dat we het moeten kunnen aanvaarden dat mensen die niet heteronorm cisgender zijn,
dat die ook hun eigen leven moeten leven. Er is toch geen enkel probleem om... Het is niet omdat je in de meerderheid bent dat je ook de norm bent. Ja, absoluut. Ja, ja, vooral niet. Hè. Ja. En misschien moeten we niet naar een norm zoeken, moeten we gewoon aanvaarden dat de variatie van de seksuele identiteit net de rijkdom is van de mens en dat we daar ten volop kunnen van genieten. Hè. Ja. Deze reeks gesprekken vaart onder de vlag Denk Zorg. Ja. Hè? Moeten we anders gaan denken over zorg ook? Ik denk dat we in de zorg, want dat is misschien ook belangrijk, de LGBTQI-gemeenschap, als je die zorg, de outcome van gezondheid bij die populatie bekijkt, is die veel slechter dan bij de overige populatie. Er zijn heel veel redenen voor. Mentale gezondheid, risicogedrag, roken, drinken is veel frequenter. Eenzaamheid is veel frequenter. En een van de kenmerkende factoren is als ze thuis niet aanvaard zijn. Dat is al een heel belangrijk punt. Dus het aanvaarden in de thuissituatie is heel protectief. Maar wij hebben als zorginstellingen ook de absolute verplichting om die mensen met open armen te ontvangen en ook te weten wat hun specifieke behoeften zijn. En daar moeten we dus nog een beetje werken, denk ik. Nou, je bent onze laatste gast vanavond. Wat neem jij mee naar het ziekenhuis en naar de universiteit? Ja, ik vind het heel goed dat we over norm gesproken hebben. Norm kan je vanuit alle windhoeken bekijken en er zijn bepaalde dingen die je echt moet normeren. Het alcohol, ik denk dat dat echt wel zinvol is om daar een norm op te kleven. Maar er zijn ook heel veel dingen die je niet moet normeren en waar je niet moet naar het gemiddelde mediocre gaan, zoals hier gezegd is. Maar je moet zoek gaan naar de rijkdom en de kwaliteit van de variatie. Dat blijft mijn... Ik word zo gelukkig van tussen heel gevarieerde mensen consultatie te kunnen doen, die allemaal in te zien en daarmee te praten. Dat is zo'n rijkdom. Laat ons daarvan genieten, alstublieft. Alstublieft. Goed zo. Denk Zorg is een co-productie van Handelsbeurs en het UZ Gent. Voor het scenario en de regie zorgen de handelsreizigers in ideeën. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door House of Media. Ik onthoud dat normen niet voor iedereen gelijk zijn, laat staan ideaal. Wat voor de een normaal is, is dat voor de ander helemaal niet. Zelfs wetenschappelijke en maatschappelijke normen kunnen van elkaar verschillen, ook als het op gezondheid aankomt. En dan geef ik nog het laatste woord aan Gregory Frateur en Sjoerd Bruil. Dit is Desmona. You leave in the morning with everything you want in a little black case. Alone on the platform, the wind and the rain on a sad and lonely face. Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. Nor the love that you need will never be found at home. You see, pushed around and kicked around, always a lonely boy. You were the one that they talked about around town as they put you down, but as hard as they